Waar staan we en wat is hier gebeurd vanavond? We staan in Assen aan de Kanaalstraat en hier is een woningbrand ontstaan die uitslaand werd en de woningen naast beide zijdes heeft bedreigd. Zijn de woningen ook ontruimd geweest en waar zijn de bewoners ondergebracht? Ja, het hele huizenblok is ontruimd geweest. Een aantal bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis. Andere bewoners die zijn tijdelijk hier buiten opgevangen en daar wordt nu gekeken welke bewoners terug kunnen naar hun huis en welke woningen niet bewoond kunnen worden. En daar wordt door Salvage samen met de gemeente opvangplek voor geregeld. Zijn er ook gewonden gevallen bij deze brand? Nee, gelukkig niet. De woning waar de brand ontstaan is, de bewoner was thuis ten tijde van het ontstaan van de brand, die is gelukkig de woning veilig kunnen verlaten. Is tijdelijk opgevangen in de ambulance, maar is niet gewond geraakt door de brand. Is de brand al onder controle? Ja, de brand is geblust. We hebben nu alleen nog een probleem met ophoping van CO in de kruipruimtes van verschillende woningen. En daar zijn we nu druk mee bezig om de boel veilig te stellen, zodat de woningen weer veilig overgedragen kunnen worden aan de bewoners.